Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Vandaag weer een nieuwe video. En vandaag ga ik meer dan 1000 euro aan slijg unboxen. Ik ben namelijk onlangs verhuisd en toen heb ik al mijn slijg moeten inpakken. En nu ga ik het allemaal weer uitpakken. Ik heb meer dan 2 verhuisdozen staan waar allemaal slijgpaarden in staan. En in totaal heeft het meer een waarde van 3000 euro. Maar alleen deze doos heeft al een waarde van 1000 euro. De hele originele slijgcollectie, dit zit in deze doos. En dan heb ik nog een doos met dubbele paarden en een doos met repaint. Dus heb je alvast heel veel zin in deze video, doe dan een blauw duimpje op en laten we dan snel beginnen. Dit is ook trouwens de eerste video die ik opneem in mijn nieuwe kamer. Dus misschien echoot het nog een beetje. Maar ik moet nog even kijken hoe ik precies alles wil gaan instellen. En dit is ook de eerste video. Nee, volgens mij is dat de tweede video. Het is de tweede video met mijn nieuwe camera. Maar de eerste video met mijn nieuwe camera in mijn nieuwe kamer. Zo, snap je het nog? Hier naast mij, jullie kunnen het niet zien, staat dus de vitrine. En die staat helemaal leeg. En die vitrine ga ik zo meteen opvullen met alle paarden die hierin zitten. En het staat hier al op, slijg Daphne. Het heeft allemaal in deze verhuisdoos gezeten. En ik heb de doos zelf vervoerd. Dus als het goed is, zijn ze allemaal heel gebleven. Want ik heb er heel voorzichtig mee gedaan. Het is echt een hele zware doos, want ik kan hem niet optillen. Ik hoop dat ze nog steeds allemaal heel zijn. Oké, tada-tada. Tada-tada. Tada-tada! De doos is open. En we beginnen gelijk met een laag bubbeltjesplastic. En oh ja, deze doos heb ik ongeveer een maand geleden ingepakt. Ik denk haast van... Ja, nee, ik heb hem iets van 3 maanden geleden ingepakt. Volgens mij begon ik in juli met inpakken. En het is nu midden oktober. Dus ik heb al zo lang niet in deze doos gekeken. Dus ik weet waarschijnlijk ook helemaal niet meer wat voor paarden ik nou precies had. En ja, welke paarden überhaupt in deze doos zitten. Ik had het al verteld, de paarden van de originele collectie. Maar ik weet lang niet alle paarden zo uit mijn hoofd te noemen. Ik weet er wel veel, maar niet allemaal. En ik zie er al meteen eentje. Ik heb ze ook allemaal ingepakt met keukenpapier. Want ik begin hier al met de eerste. En deze zit al meteen ingepakt in keukenpapier. En dat heb ik met alle paarden in deze doos gedaan. Omdat ik gewoon echt niet wilde dat ze gingen beschadigen. Dus elk paard in deze doos heeft keukenpapier. Ik heb straks gewoon een complete keuken op elkaar verzameld. En dat is de... Volgens mij is het de Tennessee Walker Mary of zo uit 2017. En deze heb ik nog niet zo heel lang. Hij is ook nog niet zo uit, ja, uit 2017. Dit is best wel een leuk model. Hij ziet er best wel leuk uit. De laatste paar jaren maakt slijg modellen waar niet iedereen tevreden over is. Ik zelf ook niet. De modellen die worden steeds, ja, wat neppiger. Maar dit is een model dat is vorig jaar uitgekomen. En dat ziet er alsnog, ja, best wel realistisch uit vergeleken de andere modellen die zijn uitgekomen. Dus deze vind ik altijd heel erg leuk. En hier heb ik ook heel veel tuig op gemaakt. Zoals jullie weten maak ik ook veel slijgtuig. Op dit moment niet zo heel erg veel meer. Omdat ik er niet heel veel tijd meer voor heb. Maar dat paard is echt perfect om slijgtuigjes op te maken. En, oh, dit is ook een paard uit de collectie van 2018, toch? Ja, 18. Deze heb ik een keer gekocht in de video. Dat is echt een oude video, nou, een half jaar geleden. Een video die is best wel vaak bekeken. En ik vind het eigenlijk ook best wel een leuke video. Toen ging ik eerst naar de winkel om de nieuwe slijg te kopen. En toen ging ik naar de Efteling toe. En er zal vast wel ergens een i'tje staan. Toen heb ik deze gekocht. Ik ben echt nog niet tevreden over de lichtinval van de video. Ik vind het licht nog niet zo heel mooi, maar we hebben nog geen gordijnen. Dus als ik nu zou zitten waar de zon is, dan heb ik heel veel zon en ruitjes in mijn gezicht, dus ik moet even zo zitten. Ik heb trouwens geen idee welke ras het is. Volgens mij is dat de Holsteiner. En we beginnen hier met een heel klein, schattig paardje. Ik denk dat het een Shetlandertje is. De lichtbruinige Shetlander. Ik ga hem nu uitpakken. Oh, ik heb gelijk! Het is inderdaad een lichtbruine Shetlander. Deze komt uit de adventskalender van vorig jaar. Dat weet ik nog. Daar heb ik ook een video gemaakt. Tot nu toe, elk paard dat ik hier heb, heb ik een video van gemaakt, volgens mij. En deze is echt super schattig. Hij is ook heel klein, zoals je kan zien. Ja, gewoon super schattig. Oh, deze! Het is de Fjord. Een hele oude Fjord. Hij komt uit 2001. En hij heeft een tuigje om, zoals jullie zien. Dit tuigje heb ik ooit voor dit paardje gemaakt. En ik heb het er gewoon niet afgehaald en gewoon zo erop laten zitten. En dit is echt een hele mooie Fjord. Het is wel een heel klein model, zoals je ziet. Hij is bijna even groot als die Shetlander. En ik was eigenlijk helemaal vergeten dat ik deze had. Inclusief dat tuigzetje. Als ik al deze slijgpaarden zou moeten uitpakken en er wat over zou moeten vertellen, dan duurt deze video echt een uur lang. Dus ik denk niet dat ik bij elk model ga stilstaan en er wat over ga vertellen. Want dan gaat de video dus wel erg lang duren. Maar mocht je deze video nou dus best wel leuk vinden of juist heel erg leuk, laat het dan eventjes weten in de comments. En dan kan ik nog een video maken van de andere verhuisdoos en van de verhuisdoos met de repaints. Maar mocht je het leuk vinden dus als ik meer van dit soort video's ga opnemen, laat het dan eventjes weten in de comments en dan ga ik dat doen. Oh, dit paardje! Hier heb ik een heel mentuigje op gemaakt. En die heb ik toen op mijn Instagram gezet. En die is toen echt super goed bekeken. Die foto van dat
mentuig. Ik heb toen een heel mentuig gemaakt voor dit paardje. Ik kan wel een foto in beeld nu laten zien. En daar was ik echt 5 dagen mee bezig of zo. En ja, uiteindelijk ziet het er dus zo uit. Ja, eigenlijk durf ik het ook niet meer af te halen van dit paard. Omdat ik gewoon niet weet hoe het er weer op moet. Dus ik heb er echt al 2 jaar, of nou, een jaar zit dat tuigje erop. En hier een jaarling van de Zwarte Woud collectie. Oh, en hier hebben we een heel gezinnetje. Wat schattig. Het is net alsof ik allemaal lijkjes aan het uitpakken ben. Maar dit zijn allemaal falabelletjes. Ik heb een klein falabella merietje. En dan heb ik hier de ruin. Dus het mannetje. Of ja, ik wil zeggen vrouwtje, maar dat is het mannetje. En dan heb ik hier het falabella veulentje. Dus het kleine kindje van hun twee. En de nieuwste falabella. Deze is uit de, ik weet niet welke jaar, 2016, 15 of zo. Echt super schattig, leuke falabella. Oh, en dan heb ik hier ook eentje die heb ik toen ooit gekregen van een slijgwinkel. Seure Slijg heette dat volgens mij. Toen heb ik een paar slijgpaarden van hun gekregen. En dit is er ook eentje van. Dit is de Tennessee Walker Mary. Oh nee, ruin. Tennessee Walker ruin. En die heeft hier zo'n witte bles. En die vind ik super schattig. En hij lijkt op mijn oude lievelingspony. Ik voel hier weer heel veel paarden tegelijk. En oh, het zijn twee veulentjes. En het is een Holstein veulen. En het zijn twee Haflinger veulentjes. Die... Oh! En nu is het maar één Haflinger veulentje. Het zijn twee Haflinger veulentjes. En ik weet niet of jullie het goed kunnen zien door het licht. Nee, nu wel. Echt sorry voor het licht. Maar ik weet eventjes niet hoe ik dit het beste kan doen de volgende keer. Oeh, dit is de Slijg Fjordhengst. En daar heb ik een heel leuk plannetje mee. Als jullie deze video zien, dan is de video met dit paard nog niet online. Maar hier komt binnenkort een video van. Waarschijnlijk kan je al een beetje raden wat het is. En als je al weet wat voor video ik hiermee ga maken, laat het dan weten in de comments. Een Arabier. Dit is de IJslander Hengst uit 2016. En die heeft ook nog een labeltje om. De andere, die Arabier, had ook nog een labeltje om, labeltje. Ik heb geen idee hoe dit uitspreekt. Als het paard nog dat labeltje erom heeft zitten, dan is die meer waard. Dus daarom laat ik hem er altijd om zitten. En hier heb ik twee dezelfde ponies. Dit zijn de slijggrijze rijponies. Hele populaire slijgpaardjes die ook heel veel waard zijn. Dit is een IJslander Mary. Was toen heel lang mijn favoriete model. Nu inmiddels niet meer. Maar dat is een super leuk paard. Oeh, en dan hebben we hier de nieuwste Welsh Hengst. Ik moet af en toe echt even kijken wat het ook weer is. Maar dit is de nieuwste Welsh Hengst. En die heb ik toen ook gekocht in de video. En dit vind ik wel het leukste model dat dit jaar is uitgekomen. Hij ziet er gewoon super leuk uit en super schattig. En ik heb hier ook ooit een keertje Marley van gemaakt. Die video is er ook best wel vaak bekeken, wat ik niet had verwacht. Echt super leuk. We hebben hier een oude Arabier van Slijg. Deze is ook niet meer te koop. Deze is ook echt super oud. En deze heeft een zwart hoofd. Deze Arabier heb je in een normale bruine kleur. En je hebt hem dus in een bruine kleur met het zwarte hoofd. En als je deze ooit vindt met het zwarte hoofd, dan is die meer waard. Dus deze heb ik toen ook gekocht van iemand die niet wist dat die meer waard was met zwart hoofd. Dus daar had ik geluk mee toen. En Haflinger Mary. Dit model is super oud. Het is een grazende Haflinger Mary. Hij ziet er ook niet echt heel mooi uit of zo, maar dit is een van de eerste modellen die Slijg heeft uitgebracht. Ja, het lijkt net een beetje zo'n Playmobil paardje of een beetje een plastic paardje. Maar dit is echt een heel oud model, dus het is super leuk om deze in je collectie te hebben. Want dit paard is nog gewoon ouder dan dat ik ben. Klinkt net een beetje alsof ik echt 50 ben, maar dat valt ook weer mee. De Camargue Mary van Slijg. En dan hebben we hier het Pippi Langkous paard van Slijg. Dit is echt ook wel een van mijn eerste slijgpaarden, omdat het gewoon een Pippi Langkous slijgpaard was. En daarom vond ik hem zo leuk. Uiteindelijk is het dus de Knapstruper Mary. Inmiddels uit de collectie, maar alsnog steeds ja, een van de meest bekende slijgmodellen. Quadder Horse Hengst. Oeh, deze is ook wel grappig. Dit is de Arabier Mary uit 2016. Zien jullie hier nou allemaal stofjes vliegen? Elke keer als ik dus die paarden uitpak, dan vliegen er allemaal stofjes rond. Dus ik hoop niet dat jullie nou zo'n enorme stofwalm zien vliegen. Dat zou echt heel erg zijn, maar het is hier allemaal niet zo stoffig. Alleen, die doekjes, die laten allemaal stofjes los. Nou, bedankt doekjes. Nu komen allemaal paarden onder de stof te zitten. Arabier Mary uit 2016 en roze vlechtjes. En dit is nou niet echt mijn favoriete model, omdat ik die houding gewoon ja, best wel raar vind. Dus ja, het zit gewoon een beetje gek in elkaar. Niet mijn favoriete model. En hier naast mij zien jullie ook dat de stapel keukenpapier steeds hoger begint te worden. Oh, en dan hebben we hier de rakker van Slijg. Dit is de kleine Shetlander Hengst.
Ruin, sorry. En ja, dit is eigenlijk wel de rakker van Slijgen. Zo werd hij altijd vroeger genoemd. Oh, en dan hebben we hier de Velpony Mary. En deze heb ik toen gemaakt naar mijn oude lievelingspony. Ik had al verteld dat deze heel erg op mijn oude lievelingspony leek. En nou ja, ik had toen deze gemaakt. En toen kwam deze uit, dus die leek heel erg op elkaar. Je ziet ook, ze hebben hier allebei zo'n kolletje. Alleen de beentjes komen niet echt overeen. Oh, er viel er eentje uit elkaar. Oh, dit is ook wel een leuke. Dit zijn allebei twee IJslander Merries. Oh, het zijn gewoon ruinen. Sorry jongens. Dit zijn twee IJslander Merries en deze hebben ook allebei twee verschillende kleuren. Je hebt de kleur, ja, dit is voskleurig. En je hebt een, hoe heet dat ook alweer die kleur? De donkere vacht en lichte maan, hoe heet dat ook alweer? Dit is een aparte naam, maar ik weet eventjes niet hoe dat op dit moment heet. Aardebierhengst van Slijg. Ik hoop zo niet dat jullie al die stofjes zien vliegen. Nou zit ik zelf ook in de zon. De zon verplaatst. Nou zit ik weer lekker in de schaduw. Oh, deze heb ik ineens ingepakt met bubbeltjesplastic. Dat is raar. Kijk, hier zit bubbeltjesplastic tussen zijn benen, zodat hij blijkbaar veiliger werd vervoerd. Dit is de Havlingen Mary uit 2016. Oh, ik dacht dat die uit 2015, 17 kwam. Maar uit 2016 dus. En ja, gewoon een prima model. Maar niet echt een Havlingen model, vind ik. Ik vind hem een beetje mager uitzien voor een Havlinger. Dit is de IJslander Mary van Slijg. En deze is aan het tilten, tenminste, ze zit in een tiltende positie. Dus dat maakt hem wel heel erg origineel. Want deze andere Havlinger, of hoe heet dat, die andere IJslander die we hier net hadden, ik weet niet meer waar die staat. Daar ergens, die was volgens mij niet aan het tilten. Nee, die was aan het draven of zo. Maar deze is echt aan het tilten, dus dat maakt hem wel heel erg leuk. Dit is ook weer een oude Havlinger van Slijg. Best wel lelijk model. Dit is ook een heel oud model. Dit is de grazende Camargue Mary van Slijg. Deze is net zo oud ongeveer als die grazende Havlinger. Maar dan ziet deze er nog wel wat mooier uit. Oeh, hier zitten er twee tegelijk in. Oh, dit zijn jaarlingen. Dit is de Clydesdale. Ik heb letterlijk geen idee hoe je het uitspreekt. Elke keer komt dat paard voor in mijn video en ik heb gewoon geen idee hoe je dat uitspreekt. Clydesdale iets, ik weet niet hoe je het uitspreekt, een jaarling. En dit is een pinto jaarling. Ze hebben allebei nog geen geslacht, ze zijn geslachtloos. Dus ik kan niet zeggen of het een Mary hengst of een ruin is. Dit is de Camargue hengst van Slijg. Dit was echt een super populair model vroeger. Nu niet meer zo heel erg, maar vroeger was hij wel echt heel erg populair. En had echt iedereen hem en iedereen deed er wat leuks mee en zo. Maar nu is hij volgens mij echt zo'n beetje uitgestorven. Maar dat was echt vroeger een heel hip model. En dan hebben we hier het allereerste paard van Slijg. Ik heb hier al een keertje wat over verteld, want ik heb ook een keertje een Slijg kasttour gemaakt. En toen heb ik van alles verteld over Slijg en allemaal leuke feitjes. En eigenlijk is dit nu ook weer zo'n video, alleen dan in de vorm van een... Oh, hij viel. En nu dan in de vorm van een unboxing. Maar in die video heb ik toen wat verteld over dit paardje. Dus mocht je daar meer over willen weten, dan staat hij vast weer ergens in een i'tje. Dus ik ga hem voor nu ook niet uitgebreid laten zien. Dat heb ik toen ook gedaan. Oh, dit is precies hetzelfde. Dit is ook het allereerste paard van Slijg, alleen dit is dan een andere kleur. Dit is eigenlijk een gevlekte, maar hij is zeg maar zo oud dat je dat gevlekte helemaal niet meer ziet. Maar daar heb ik toen ook wat over verteld in die video. Oh, dit is echt het lelijkste model van Slijg. Volgens mij heb ik in die video ook er wat over verteld. Dit is de Lusitano hengst van Slijg en hij heeft hier zo'n uitstekend been. Je kan het wel zien op de video, hè? Ja. En ja, deze vind ik echt niet mooi. Hij is wel leuk, maar... Ja, nu zeg ik wel weer dat hij leuk is, maar hij heeft een beetje een gekke houding. Het is niet echt een super leuk paard of zo. Het is niet mijn favoriet. Oh, hier krijgen we allemaal leuke Shetlandertjes. Daar hou ik van. Ik hou van Shetlandertjes. Hier hebben we een heel oud klein Shetlandertje. Deze is echt heel oud, zoals ik net al zei. Hij komt uit 1996. En ja, het is gewoon een soort van palomino Shetlandertje. En hier hebben we ook dan nog twee kleine Shetlandertjes. Dit is een steigerende Shetlander. Die komt uit 2015 en dit is dan een, ja, gewoon een normale mini Shetlander. Die komt ook uit 2015. En ze zijn gewoon zo schattig. En deze is vooral heel erg dik en deze zijn schattig. De Appaloosa hengst van Slijg. Volgens mij was het al ruim trouwens. Oeps. Oh, hier hebben we de Appaloosa Mary van Slijg. Die jullie net zagen was ouder en deze Appaloosa Mary die is wat nieuwer. Hier heb ik ook een keer een hele leuke coole repaint opgemaakt. Staat op mijn Slijg Instagram, waar ik trouwens ook echt niks meer upload. Preswalski Mary van Slijg. Waarom zeg ik trouwens elke keer het is van Slijg? Want het is toch best wel logisch dat het van Slijg is. De Preswalski Mary. We hebben daarnet de knapstruper Mary gehad. En dan hebben we nu de knapstruper Hengst. En deze heeft wel een beetje een gekkere kleur dan die Mary. Want die Mary die was gewoon echt letterlijk alleen maar wit en zwart met die stippen. En deze is wit met bruin. Bruine stippen dus. En hij heeft ook een beetje lichtbruine vacht. Dus dat maakt hem wel weer heel uniek vergeleken die andere. En daardoor vind ik eigenlijk dat paard leuker dan die Mary. Omdat hij, ja, wat realistischer eruit ziet of zo. En dit is een pinto.
Best wel oude Pinto, niet echt een hele mooie Pinto. Oeh, dit is de Hannover Raan Medi. En die komt in 2013. En dat is gewoon een dressuurpaard. Ze heeft ook hele mooie knotjes in. Dan heb ik hier een vrij nieuwe Arabieren hengst. En vlechtjes in de staart hier zo. En ja, ik vind hem niet zo heel mooi. Je kan het nou ook zien, ik hou hem bij mijn bed. Ik vind de houding nou niet zo heel erg mooi. Die andere Arabier vind ik dan mooier. Niet die witte, maar die andere bruine. Oh, we hebben hier weer zo'n grijze rijpony. Oh, nog een grijze rijpony. Ik wist niet ook meer dat ik er zoveel had. Ik dacht dat ik ze allemaal had verkocht. Shetlander Medi, ook een heel bekend model. Als je deze Medi hebt, laat het weten in de comments. Want waarschijnlijk heeft iedereen die deze video kijkt, die heeft al dit paardje. Want hij is echt heel bekend. Oh, en dan hebben we ook nog het bijhorende ruintje. En deze is precies hetzelfde als deze rakker versie. Je kan het ook wel zien. Ze zijn allebei precies hetzelfde. Alleen Slijg heeft deze toen een keertje uitgebracht in een andere kleur. Welk model vinden jullie het leukst? Vinden jullie dan deze het leukste of deze? Laat het dan maar even weten in de comments. Of jullie de gevlekte of de zwarte het leukst vinden. Ik vind zelf denk ik die gevlekte het leukst. Ik weet het eigenlijk niet. Dit is de Quadder Medi van Slijg. En die hoort natuurlijk bij die knapstrooper. Wat? Bij die Quadder Hengst bedoel ik. En dan hebben we hier... Oh, deze zijn leuk. Dit is de Dartmoor Hengst. En die is al best wel oud. Het is gewoon, ja, het is gewoon een standaard normale pony. Maar dan hebben we ook deze. En die heb ik ook een keer gekocht in een video. En die heb ik toen ook laten zien. Dat vind ik echt een heel leuk model. Hij heeft hele leuke kleuren. Oh, dit is wel echt een van mijn favoriete modellen. Dit is een Pinto Arabier. En dit is een... oh, Medi. Ik dacht dat het een ruim was. Maar ik vind deze kleuren echt heel erg mooi. Hij heeft super mooie kleuren. En hij heeft ook zo'n hele mooie leuke vlecht. Normaal gesproken... Doet Slijg iets met roze, maar nu hebben ze een keer iets met groen. En dat vind ik wel, ja, wel leuk. Niet altijd, maar dat roze, want dat wordt je op een gegeven moment ook een beetje zat. Dit is wel echt een van mijn favoriete modellen, want ik vind echt dat die zo'n mooie kleuren heeft. Ik merk trouwens dat ik steeds donkerder word hier zo. Woehoe, ik zit er nog. Dan hebben we hier een IJslander Hengst. En deze heeft echt de meest scheve benen ooit. Ik heb hem ooit gekocht tweedehands van iemand, volgens mij voor 5 euro. Dus dat was eigenlijk nog best wel duur, want normaal gesproken kosten ze 7 euro. En dan tweedehands voor 5 euro is dat nog best wel duur. Maar deze heeft dus hele scheve benen, ik kan wel gewoon poten zeggen, want het staat zo lelijk. En ik krijg ze ook niet meer recht. En ik ben toen gewoon echt opgelicht. Echt, hij is echt mega scheef, daar ben ik echt niet blij mee, want hij kan ook gewoon... Oh, hij blijft nu wel staan, maar ik durf te wedden dat... Hij zo meteen omvalt. En ik zie hier weer twee Shetlanders. Dit is zeg maar zo'n beetje de derde Shetlander die ik nu al tegenkom. Want ik had net al deze Shetlandertjes laten zien. Die je rakker en die gevlekte. En blijkbaar... Oh, ik ging er weer mee gooien. Ik gooi echt in elke video met die paarden. En blijkbaar is er ook nog deze variant. En die was ik eventjes helemaal vergeten. Dat is een exclusieve versie. Dus die is versie. Dus die is niet meer te koop in de winkels. En dan hebben we hier nog een Shetlander medietje. En deze heeft ooit voor een karretje gestaan. De karretje is niet meer te koop, dus het paardje zelf ook niet meer. En dan hebben we hier het paard, het allereerste Slijgpaard, maar dan in een lichtere versie. Maar ja, dat heb ik dus al verteld in een andere video. Dit is de Mustang Medi uit 2016. Leuk model. Appaloosa Hengst. Dit is de omkijkende Camargue Medi van Slijg. Geen idee waarom ze dit model zo hebben gemaakt, want hij kijkt dus om. Heel raar model, want je kan er echt bijna niks mee. Maar... Ja, het is toch wel een origineel, maar ik had liever dit model in een andere houding gezien, want het is best wel een gekke houding. Aflinger Medi. Dit is de Arabier Hengst en dit is dus de originele versie, want aan het begin van de video vertelde ik over een aflinger die een zwarte kop had. En dit is de originele Arabier, deze heeft geen zwart hoofd. En deze heeft nog het flapje, ik noem het even een flapje, heeft nog dat flapje eraan zitten. Dit is de Palomino Ruin, de grazende rijpony van Slijg. Dit is de Morgan Ruin en die is ook een tijdje heel lang populair geweest in de slijgwereld. En nu is die ook niet meer zo heel populair. Ik heb hier ook een repaint van. Leuk model. Hij is oud. Oh, mijn heeft trouwens een afgebroken oortje. Dat is wel zielig. Dat wist ik helemaal niet meer. Holsteiner Medi of van Hannover aan. Ik weet het niet meer precies. Dit is de Tennessee Walker Hengst van Slijg. En die heb ik toen ooit een keertje overgekocht van Florine. Met dat meisje ga ik heel vaak foto's maken. En heb ik ook een keer een video gemaakt. En hier zit een half afgemaakt hoofdstel op. Ik heb blijkbaar nooit dat hoofdstel afgemaakt. Nooit zin in gehad, maar dat hoofdstel zit nog steeds om zijn hoofd heen. En van dit model zijn ook twee verschillende kleurvarianten. We hebben deze kleur en we hebben ook nog een, ja, die andere kleur. Een normale voskleurige kleur. Goed uitgesproken. Dit is de Mustang Hengst. We hebben daarnet de Mustang Medi gehad. Dat was deze. En dit is de Mustang Hengst. De Hannover aan Ruin. Dat sprak ik echt heel raar uit, maar dit is ook een super populair model van Slijg. En ik denk dat iedereen die Slijg heeft, dit model wel heeft. Laat het in de comments weten als je dit model niet hebt. Het is wel heel raar als ik dan zeg dat ik denk dat iedereen het heeft, maar vervolgens hebben heel wat mensen hem niet. Oh, deze heeft sowieso iedereen. Dit is zo'n dressuur Medi. Volgens mij is dit de Hannover aan. Of ja, Hannover aan is het volgens mij. Heeft knotjes in en dit is ook een heel populair model. Dit is het meest verkochte model van Slijg wereldwijd.
En deze vond ik vroeger echt super mooi. Ik vond hem heel gaaf en zo. En nu denk ik van, nee, vind ik die andere leuker. Dit is de Pinto hengst. En deze vind ik echt heel lelijk. Dit is ook echt een model die ik gewoon niet mooi vind. Hij heeft zo'n rare houding. Die manen zijn zo raar. En ik vind het oog heel raar. Ik vind de vlekken niet mooi. Alles aan het paard vind ik gewoon niet mooi. En hij is ook heel onhandig om tuig op te maken. Want die manen zitten gewoon de hele tijd in de weg. Maar ik vind het gewoon echt geen mooi model. We hebben hier de manege pony. En dit, dit model heet ook echt een manege pony. Het heeft geen ras of zo. Het heet lespaard, lespony. Manegepaard, manegepony. Ja, zo heet hij gewoon. En hij heeft hier ook bandages om. En dit is gewoon echt een heel leuk model. Kan je hele leuke tuigjes opmaken en repaints. We hebben hier de Tennessee Walker hengst in de andere variant. We hadden net de lichtere variant. En dit is de donkere variant. Pinto Mary. Oh, ze vielen om. De Andalusia Mary van Slijgen. Ik heb hier ook een keertje een video van gemaakt. En dat was dan een video dat jullie konden bepalen hoe de repaint eruit zag. En toen wilden jullie heel graag dat ik een repaint ging maken op dit model. En dat paardje heeft toen echt een hele gekke kleur gekregen. Dus die video staat vast wel eens in het i'tje. Maar toen heb ik deze moeten verven. Het was wel echt een leuk model, maar wel heel moeilijk. Omdat het dus ja, al die verschillende manen heeft. En al die vlechtjes die je dan één voor één moest gaan lopen schilderen. Dit is de Lipizzaner Medi van Slijgen. En deze is vorig jaar uitgekomen of zoiets. En wel een heel leuk model. Hij kleurt heel mooi op foto's. Hij geeft heel mooi licht op de foto's. En die vlechtjes zijn, ja, deze vlechtjes passen wel een beetje bij dit model. Je hebt modellen van Slijf waar gewoon niet de vlechtjes bij passen. Maar bij dit model past het wel echt. En dat, ja, maakt hem ook zo leuk. Als jullie het leuk vinden als ik een video ga maken over de Slijf 2019. Dat ik die ga bespreken met jullie. Dan ga ik daar een video over maken. En dan kan ik in die video, zeg maar, bespreken wat mijn mening is. Welk ras het is. En hoe die eruit ziet en zo natuurlijk. Want dan laat ik de foto's zien. Maar dat moet wel eind december gebeuren. Dus eind december kan ik zo'n video maken over de Slijf van 2019. Vind je dat nou leuk? Laat eventjes weten in de comments. En dan kan ik daar een leuke vertelvideo over maken. Ik ging weer aan het licht zitten, jongens. Sorry. Ik irriteer me er echt heel erg aan. Maar de volgende keer is het beter. Alleen nu ben ik eventjes aan het experimenteren met het licht en zo. En met dingetjes. Alleen ik ben er nog niet zo erg tevreden over. Oh, we hebben echt nog zoveel paarden te gaan. Ik ben echt benieuwd hoe lang deze video gaat duren. Hannoveraan Maddie. Nog niet zo heel erg oud. Wel een heel leuk model. Alleen ze heeft roze vlechtjes. En ik vind de roze met bruin nooit zo mooi. Maar ik vind het model zelf wel in een mooie houding. En ja, hij loopt gewoon cool. Dat was een hele mooie samenvatting. Haflingerruim van Slijg. Best wel oud. Oh, ik moet echt stoppen met elke keer te zeggen dat het iets van Slijg is. En deze video heet echt niet voor niks gewoon Slijg. Dit is een Appaloosa. Een behoorlijk oude. Best wel een grappig model. Maar hij is een beetje oranje. Alsof hij gewoon een beetje in de oranje soep is gevallen of zo. Maar zover ik weet, heb ik hem niet in de soep laten vallen. Ik lust ook geen soep. Nou ja, sommige soepen wel, maar ik vind soep gewoon niet zo lekker. Dit is een Fjordmerrie en hij heeft van die manen die zeg maar zo lang zijn. Alleen ze kijkt scheef. Ja, en ze heeft ook een heel klein dik kopje. Dit is een hele oude Lipizzaner. Volgens mij heb ik dit in die andere video ook al verteld. Heel oud model, maar wel een superleuk model. Dit is de Andalusia hengst. Ook wel een best wel bekend model. Heel leuk model. Hij ziet echt heel wild uit. Echt zo'n leuk Spaans wild paard. Dat was echt de meest rare omschrijving van een paard ooit. Oeh, we hebben hier twee Shetlandertjes. We hebben hier een hele oude Shetlander. Die echt zijn beentjes gewoon bijna op zijn eigen tenen staat. En hij ziet echt heel gek uit. Hij lijkt net een beetje op een Garfield pony of zo. En hebben we hier een leuke Shetlander met een hartje op de pips. Die is zeg maar zo uitgeschoren. Hebben we hier de nieuwste versie van de knapstrupe. Aan het begin van de video hadden we de andere knapstrupe. En nu hebben we de nieuwste versie. En deze heeft wat mooiere vlekken. Die andere had echt gewoon echt stippen. En dit heeft een beetje vlekken en stippen tussendoor. Hele leuke houding. Dan hebben we hier de Hannoveraan Medi van Slijg. En oh nee, het is een ruin. Oh, sorry. En hij heeft een beschadigde neus. Dat vind ik wel heel erg jammer. Ik ga de video denk ik opsplitsen in twee delen. Want de video gaat voor heel erg lang duren. Want ik heb nog echt nog maar de helft van de doos gehad. En alles staat hier al helemaal vol. Dus ik ga denk ik zo meteen eerst even alles netjes in de kast zetten. En daarna het tweede deel maken. Vond je het eerste deel nou heel erg leuk? Doe dan eventjes zo'n blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Dat zou ik super leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Nou ja, deel 2 dan dus hopelijk. En die komt hopelijk dan maandag online. Dus dan is het eigenlijk een soort extra video. Nou ja, tot maandag dan hopelijk. Doei!